Check, check. Realiteit, check. Hey, kon je de weg wijzen, want je kon het niet vinden. En nu loop je verdwaald de snackbar binnen. Elke dag aan de cola en aan de frituur. Ik draag een zonnebril, maar mijn copycat blauwe lenzen. Dat iets zo zoek zijn. Balen dat ik je het niet kan vinden. Hup, achter een misleiding, achter een verleiding aan. Totaal niet bezig met awakening, maar bezig met de matrix. Artificial intelligence. En waarom met die chat, want ze hebben zelf geen talent. Niks vertrouwen. Ze zijn allemaal NLP technieken. Dat zogenaamde liedje gaan maken met die Big van Chaka. Die dat bij het grote, bij het Nederlands publiek bracht. Niemand die zichzelf wil vinden. Nee. Niemand die naar binnen toe wil. Alleen maar laten afleiden door wat er om jullie heen gebeurt. Mensen beginnen eruit te zien zoals ze er van binnen uitzien. Onthoud het. Ik zou om je heen gaan kijken, je ogen openen. Stimuleer zintuigen. Ja, maar het gevoel en de gedachten één. Alleen maar denken, denken, denken. Niks kunnen voelen. Gewoon net als die platte aarde, die wereldkaarten, zou je nou fictieve werelden moeten brengen. Maar nee, zoeken naar eilandjes, is zo'n fucking 3D en het gaat nergens zijn. Dan ga je pas zien wat voor matrix het hier al is. Als je die andere werelden en die andere planes, de andere levels, als je dat ook aan het begrijpen bent. Maar nee, je bewustzijn is aan het dalen. En 369, maar de 3-1-eindjes, die zie je maar niet. Toen alles is in beweging. 7 hermetische principes. En die 7 die vind je terug in de 12 universele wetten. En wat gebeurt er wanneer je die 5 extra aan het gebruiken bent? Nee, ik kan het zelf niet en hetzelfde als hangen in 7 chakras en die 5 tools niet begrijpen. Denken dat je hier al in 3D, 4D gaat waarnemen of 5D? Nee. Zou je boven jezelf uit moeten stijgen, bij jezelf komen, voorbij je ego, voorbij je gedachten en emoties, en je moet er boven jezelf uitstijgen. Word allemaal maar in het vlees gehouden hier dan. Dat helemaal nergens. Blijf hangen in trauma's, trauma's verlengen, of terug diep, diep, diep terug in vertrouwen. Het is echt verschrikkelijk. Geloof in Jezus, maar niet in zijn beproeving. Geloof ook niet in demonen, geloof niet in djinns. Smerige heksen ook niet. Al die vertiefde spirits overal. Incubus, succubus, Jezebel spirit, Black Widows. Wat is dat allemaal, ja? Karma van andere mensen overnemen. Die snappen waar het ongeluk vandaan komt. Allemaal jullie geld aan het opmaken. Dat is gewoon weggooien wat jullie doen. Gewoon niet willen helemaal jezelf pijnigen. Pijn hebben, andere mensen pijn willen doen. Niemand die wakker wil worden, want ze lopen liever achter fake aan. Lekker trollen. Maar hè, dat ze er beginnen uit te zien zoals ze er van binnen uitzien. Tjakka, eilandje zoeken. In plaats van aan de astral travel. As above, so below. Totaal niet zien wat er hier beneden gebeurt. Je blijft maar vastgeplakt hier. Wat heb je aan een theedoek als dat ding al nat is? Bang voor de grasmaaier. En maar blijven bukken als een of andere gluipert aan het kruipen.
Handen op jullie stoel neerleggen, voordat jullie aan video's kijken beginnen. En die natte doos en die stijve piemel. Oh, lastig aan die kriebel. Want uit de kundalini-energie wordt een speeltje. Alles proberen belachelijk te maken, zijn ze allemaal zelf in en in diep triest. Alles kopiëren, maar slaan de plank mis, want ze zien allemaal niet wat ik zie. Ze zien, denken hetzelfde te zien, maar hoe kleuren ze het in met zwart-wit? Ik kan er geen kleuren erbij maken. Alles waar hun mee bezig zijn, zie ik gewoon als grijs. Het is één grijs vlak. Toen ik stopte met praten over mijn dromen, wisten ze geen idee meer waar ze aan moesten beginnen. Ik ben zelfs daar de duivel aan het uitlachen. Die denkt dat hij zich keuvel mommen met shapeshiften. En ik vertel het hem gewoon, hij wordt er pislink van. Wil me allemaal opties gaan voorleggen. Ik moet gaan kiezen. Ik zeg hem gewoon, ik kies helemaal niks. Hij wordt gek van me, want hij weet, ja, Mark of the Peace, maar ook die Seal of God. En God is een stuk sterker, want hij is even Paul dit. Maar wanneer mensen die 4D willen waarnemen hier in 3D? Niks snappen van de storm. Wegblijven, een schuilkeldertje ingaan. Of die kelder die ze gebouwd hebben. Oh, daar zijn ze graag hoor. Oh, lekker pedo en incesterij. Lekker stiekem aan het doen. Alles komt aan het licht. Iedereen gaat alles weten. Er is niks meer te verstoppen. Juist de energie, maar niet kunnen omdraaien, niet naar 10D kunnen aantappen. Ja, de emoties, jij erin blijft hangen in plaats van naar boven staan. Waar is je goddelijke wilskracht? Jullie hangen nog steeds voor die spiegel, alles is in spiegelbeeld dus. Jullie snappen niks van die spirit realms, kunnen helemaal niks. Hey, wie slaapt en krijgt? Er is toch wel een verschil, hè? Jullie laten mensen onder water zwemmen. Jullie laten mensen lekker verbranden. Nou en? Nou en? En vooral je mondje houden en zwijgen. Niks gezien, niks gehoord en vooral niet spreken, nee. Jullie straf die komt vanzelf. Blijf jezelf maar in het slechte daglicht neerzetten. Ga daar omheen waar geen licht kan komen. Maar onthoud, het licht overal kan komen. Ja, onthoud dat. Weet het. Dat wat er op jullie afkomt, zegt doodziek. Het is gewoon lachwekkend, niet eens meer als een boel met kiespijn, maar het is gewoon echt. Ik lach jullie uit, allemaal. Jullie zijn zo fucking triest. Het is dood en doodziek. Jullie hebben allemaal al verloren, hebben hetzelfde niet eens door. Water spattelen, sommigen liggen al op de bodem.